Dus ik kijk naar de vlog. Mijn naam is Naomi. Ja, ik zei het een beetje raar, want ik dacht video of vlog. Maar vandaag ga ik naar de Feed Awards. Ik heb hier de kaartjes. Voor mijn moeder en mezelf. Ik heb golden tickets. Dus we kunnen in een gouden cirkel zitten. Nou, niet zitten, staan, ik weet het niet. Maar zitten we wat dichterbij hier. Ik heb ook de vorige video over gemaakt. Maar toen was het wat langer, maar toen was ik eerder weggegaan. Maar nu duurt het maar 2 uurtjes. Feed Awards is bijvoorbeeld Jeanette, Jamila, Onedi en Bocado of zo. Die zijn genomineerd voor best vrouwelijke YouTuber. En dan moet je dus dan kijken van, welke wil ik? Wie ga ik kiezen? Of www.feedawards.nl volgens mij. En dat heb ik ook gedaan. Volgens mij 2 keer. Toen de eerste keer deed ik het. Maar toen de tweede keer, toen deed ik iets fout. Ik weet het niet. Laten we maar weer gaan. Ja, tot zo. Dit mag je ook wel hebben. Oh, dankjewel. Nee. Mag ik deze gewoon meenemen? Ja hoor, die mag je gewoon meenemen. Ja. Het was zo druk en er zijn nog mensen die gingen voordringen. Ik wou iets wat zeggen, maar ik dacht, oké, ik laat het. En daar is de zaal. En daar gaan we dus nu in. En we hebben ook nog golden circles. Tickets. Zoiets. Even pointjes zien. Ja. Ja, prima. We zijn eindelijk in de cirkel. Hier is het dus. Oh, je kan niet naar de andere kant. Go!
applaus voor de presentatoren van vandaag. Quinty Missie Jan en Barend van Delen. Welkom bij de Vierde Words editie 2019. Voordat we verder gaan wil ik nogmaals een groot applaus voor Sofie en de dansers en Stuk TV. Voordat ze daar de tent uit gaan vechten, moeten we allemaal niet hebben natuurlijk op een mooie middag als deze. Steven, geef de microfoon aan jou en ja, dan gaan we er tegenaan. Oké. De vierde award voor beste comedy gaat naar... Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Een moment van dank, een dankwoord richting je publiek. Jeremy. Ik heb gewoon even gemist wat je zei, ik ben helemaal... Nou, wat ik zei is of je misschien mensen wil bedanken. Ja, ik wil mijn kijkers echt heel erg bedanken. Dit had ik echt niet verwacht. Lekker met de meiden lullen, lekker met de meiden in het rood, lekker met de meiden kita. In your fingernails.
zak, de fat right up the back. Make up your mind about your tits, girl. You can fuck them up, so no problem. Kijk! TATW, Kuzani Around the World, hebben toch een beetje een link met gaming. Los van dat ik Mattie altijd jantjes geef, ga ik even één trucje laten zien. Geef het ons! Beste gaming, dat is natuurlijk heel ego-strelend, maar ja, het is uiteindelijk wel een populariteitswedstrijd, dus die term vind ik een beetje ironisch. Dankjewel. En daarentegen koop een merchandise, gamer.nl. Dankjewel. Jij mag het gaan zeggen, wie is de winnaar? De winnaar van beste nieuwkomer is geworden... Boxzitters! Ik werd de winnaar. Waarop goed gedaan, je bent nu beroemd. Maar waarom heb je nou met een fangirl gezoend? Heb je geen... Jawel, jullie hebben hem jongens. De bankzitters zijn de beste nieuwkomer van 2019. Niet te doen. Heb je nog wat te zeggen aan het huis? En wie biedt al mooi man? De district van Mattie, dankjewel dat hij gedraaid werd. Hartstikke goed. Dave, yes. Hoe zitten we in de wedstrijd? Sorry? Hoe zitten we in de wedstrijd? Hoe gaat het? Hoe zitten we in de wedstrijd? Goed, ik voel me goed. Ik heb er zin in. Het is lekker druk. Toch? Hebben we er een beetje zin in? Kijk. Donnie, even het volgende. Waar is jouw Twitch carrière gebleven? Ja, korte carrière is het voor mij geweest. Ik heb het één keer aangemaakt. Ik game wel heel veel en ik heb het ook een paar keer op Twitch gezet. En onze DBM volgens mij Quinn. Hoe gaat het daar? De winnaar van de beste Twitcher 2019 is... 3, 2, 1... Lekker spelen! Lekker spelen! Gefeliciteerd. Kijk, Chameur van de eerste uur. Hartstikke. Don, jij mag ook, hè? Je mag ze feliciteren. Grote klas. Ja. Ik had het nooit kunnen doen zonder jou. We doen het nu al ongeveer 5 jaar. Nee, wacht even. Ik heb iets. Goed, laat je horen voor Lekker Spelen en de gebroeders Roelvink ofwel Dave en Donnie!
winnaar van de Vier Award 2019 voor beste Instagrammer. Here we go. Lekker veel posten, Stefan de Vries! Wauw. Daar is hij dan, jongens. Hey. Steef, een moment van dank. Wat je wil, de microfoon is voor jou. Toen ik de andere genomineerden zag, had ik eigenlijk niet verwacht dat ik een kans had. Maar ja, bedankt jongens. Let's do this. Hey! Wat ik zeg! Nee, ik doe niet mee! Waar gaat je? Nee, ik ben het niet eens met deze shit. Wat ik zeg! Nee, waar gaat je? Als ik, je bent een bitch en ik zit op een kif, je bent dik. De helft van de YouTubers heeft een kleine... Ik werd gehaat en gepest en gepakt en geklapt en gezakt. Op school was ik kwak en ik kanker, ik klap in mijn zak op mijn dak. Ey, elke leraar die ik had, ziet me gaan. Die rare Robby bitch is nu bepaald wat ik zeg. Nee, ik doe niet mee. Allemaal. Ik ben het niet eens met deze shit. Want ik zeg collega's invloeden. Wat die mijn shit was. Dat was het leven al zo goed als. Wat die mijn shit was. Ik zit met je vormen op de bank. Ik zo lekker. Ja, maar ik ben een aardig mooie school. En verder kan ik ooit verwenden. Pas maar op voordat je weet dat ik het mooie had. Tim en Daan, de eer is aan jullie. Wie is de winnaar? Tim, hou je microfoon vast. Aftellen? Aftellen, ja. 3, 2, 1. De winnaar van beste video is geworden... Zodat ik jij net als ik de komende 10 jaar in de gas. Stel je ouders vieze vragen, net als Pio. Daar is hij hoor. Beste video van 2019. Calvijn, met nee, heb je wel gezegd? Ja, vorig jaar heb ik ook dit gewonnen en dat vond ik ook eigenlijk wel onterecht. Maar nee, ik vind het fantastisch. Ik wil natuurlijk Rohan bedanken. Dat is de regisseur van de videoclip. Hij is geniaal. Dankjewel daarvoor, Rohan. Je bent een held. Dank jullie wel allemaal voor het stemmen. Dat is geniaal ook. De andere genomineerden wat jullie hebben gemaakt is fucking insane ook. Dus wat dat betreft. Dikke shout-out naar jullie en ik ben nog steeds moe van het optreden. Dus er is geen aardappel. Stick tape! Wat hebben jullie eigenlijk allemaal nodig? Om te zingen? Om te zingen, ja. Een microfoon of zo? Microfoons, hier, microfoons, kom maar. Stil, niet lopen drama, niet lopen zeuren. Oortjes, kom maar. Microfoons, zijn er twee. Gitaartje is erbij. Er komt nu wat op het scherm. Heel goed. Dit hebben wij vanmorgen met de creatieve afdeling van de Vier Awards hier boven in elkaar gezet. De grote Nick en Simon YouTube medley. Jullie hadden een grote bek dat jullie konden zingen deze tracks. Hartstikke goed, daar gaan we. Laat je horen voor Nick en Simon! Doen jullie, helpen jullie alsjeblieft. Elke dag staat ik mis je. Elke dag, ik beloof je ben bij jou.
het naar je. Het is alsof ik mezelf zie. Oh, wat vliegt de tijd, schat. Waar dat er weer tijd was. Was het maar weer vrijdag. Als je lacht, dan kan ik mijn kracht vinden in jouw blijdschap. Was het maar weer vrijdag. Marije Schuurveld. Heel goed, zegt hij. Van harte gefeliciteerd. Kijk even goed naar de camera. Dit is voor je kleinkinderen, mocht je die ooit krijgen. Kom ernaast. Microfoon. Ja, natuurlijk. Mama, wie? Ja, jullie zijn echt mooi. Jullie hebben allemaal een mooi snor. Jullie ook niet veranderd. Jullie hebben een mooi snor. Dankjewel. Wat moet ik doen? Ik ben postbezoek gewoon. Pak microfoon. Mooi zo wel. We gaan uittrekken. Zullen we uittrekken? Zal ik je bellen? Kom op, man. Kom. Kijk even zo. Kijk even naar de camera. Zwaai even naar thuis. Hey, hallo. Gaan we eerst even kijken naar de genomineerde Quinn. En dan mag je bekend gaan maken wie het is geworden. Beste vlogger. Ik ga de microfoon nu bij je mond houden. Mag je het schreeuwen? Beste vlogger is gehoord. Ongelooflijk, Videoworks 2019, daar staat hij alweer, heeft hij alweer te pakken. Laat je horen voor de tweede mening, rechts van jullie, niks van mij, hé! Hey. Ik weet niet hoe het is om nu op het nominatiedek te staan, Quinn. Ja, volgens mij best wel gespannen, want er staat ook wel wat op het spel. De prijs werd €10.000 ter beschikking voor zich gesteld, daar gaan we. Hartstikke goed, Renny, overhandig de award aan de jongens. Nou ja, de award. Wie willen we? Daar staat €3.300. Hier, daar ook. Hartstikke goed. Ah!
beste zangers. Ik kan die route nu belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, leer het over jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hart. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. En daarna valt er weer een traan, ik pak je weer mijn tas. En daarna hou ik je stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Hé, maar ik ben wel mezelf. Maar ze is wel herzelf. Sophie, wie is de beste man? De beste man is Gordon. Ik zeg het maar één keer en ik zeg het luid. Fuck, daar doe ik zaak mee, stappen. De winnares wint namelijk ook nog een shoot en interview, een hele gave shoot in Glamour. Dat meen je niet, daar mag worden geapplaudiseerd worden, jongens. Ja, ik merk het al, nu willen ze nog extra graag. Aan jullie. Zijn we er klaar voor, dames en heren, jongens en meisjes. De winnares, de beste vrouw is... Marije Zuur! Champagne en je. Geef een groot applaus voor beste vrouw 2019, Marije Zuurveld! Hey yo, meisje, vanuit de verste kan ik jou wel zien verschijnen. Hey yo, ik voel je fijn, ik voel je best. Hey yo, ik voel je fijn, ik voel je best. Hey yo, ik voel je fijn, ik voel je best. Hey yo, ik voel je fijn, ik voel je best. Hey yo, ik voel je fijn, ik voel je best. Hey yo, ik voel je fijn, ik voel je best. Abonneer mijn kanaal, druk op belletjes voor meer van dit soort dingetjes. En ja, tot de volgende keer. Doei!